Freddy Oosterhuis. Ik doe mee in deze tentoonstelling eigenlijk het onderdeel Amersfoort in beeld. Ik ben bouwkundig fotograaf. Ik fotografeer bouwprocessen in architectuur. En nou, ik zit al eigenlijk voor mijn eigen werk. En daar heb ik gewoon een aantal nieuwe gebouwen gefotografeerd. En daarmee laat ik ook zien welke kant Amersfoort eigenlijk uitgroeit. Hoogbouw en dat soort zaken meer. Hier is bij een kennis uit het ramen gemaakt. En je kijkt hier eigenlijk naar de Vasco da Gama-straat, die wordt gesloopt in het kader van Amersfoort Vernieuwd. Dat is een groot project in Amersfoort van de gemeente Amersfoort, de Alliantie en Portaal. Maar op de achtergrond zie je de flats van de Hoge Kwartier staan. Die zijn ook gebouwd in het kader van Amersfoort Vernieuwd. Dus hier heb je eigenlijk in één foto wat er gebeurt. Dus de oude wijk uit de jaren 50 die maakt plaats voor een nieuwe wijk.